hebben een butler en zijn erg... Nee, geld hebben ze niet. Deze freules zijn straatarm. En wat eet je dan met een zilveren bestek? Freules voeden het vieze vuile, ver van frisse ventje af. Riep voor uw barakken razend broodje rust op stop. Enteren die etiketten, de ellende zo de ju. Uur na uur die zure zusters, zij gaan op u. Leerzame en lange lessen, erven ze het geld misschien? Sappere steen zal er ontspannen. En wie kijkt, die zal het zien. Een prachtig boek. Uit de oude tijden. En nog zijn er mensen die precies weten hoe het eigenlijk hoort. Ik, Henri, de huisknecht van de freules Adèle en Thérèse. Ik weet nog precies hoe het allemaal hoort, van A tot Z. Nou, en of. Dan moet wel gezegd dat het vroeger een stuk makkelijker was in de oude tijden. Toen er nog geld was, bedoel ik, hier in huis. En het er nog fatsoenlijk bij stond. De kleine freuletjes, het waren juweeltjes van fatsoen. Hun broertje Wim niet echt. Wat er van die jongen terecht is gekomen. De freules zijn nu nog met z'n tweeën. En arm. Onfatsoenlijk arm. Maar dat vind ik niet erg. Het leuke van de armoede is, althans voor mij... het personeel komt nader tot de adel. Steeds nader. Vooral tot Thérèse. Freule Thérèse. Soms denk ik wel eens... Een huisknecht moet niet denken. Een huisknecht moet doen. Een huisknecht moet zorgen dat straatarme freules te eten krijgen. Op een fatsoenlijke manier. Alles moet precies zoals het eigenlijk hoort. Mijn zusters. Thérèse en Adèle. Nu jullie naar deze opname luisteren, ben ik dood. Dit... is mijn testament. Notaris Willig heeft beloofd op mijn geld te passen. Daar hoeven jullie je dus geen zorgen om te maken. En jullie... jullie erven... jullie erven... Arie Frits. Mijn zoon. Jullie neef. Hij moet nodig eens opgevoed worden. Bedenk dan toch even, dat jochie heeft nog nooit iemand gehad. Zijn moeder dood, zijn vader nooit thuis. En ook nog zo opeens al zijn geld naar de notaris. Ons ontvallen. En weet je wat er gebeurt als een notaris op geld zit? Hè? Dan blijft dat aan zijn broek kleven. Wist je dat? Nee. En wat erven wij? Ha? Een open gesperde snavel. Dan mogen wij zijn patat induwen. Een beetje beschaving als het meezit. Ik pens er niet over. Het zich laten gaan onder vrienden en familie leidt me al te vaak tot betreurenswaardige vergroving van zeden en manieren. Ja, zegt u dat wel, ja. Pagina 35. Op dat toch. Dames. Freules. Het testament is nog niet afgelopen. Misschien wilt u de rest ook nog even horen? Ik... pens er niet over. Dat was dus een grapje. Jullie erven niks. Dat is waar. Maar jullie kunnen iets verdienen. Ik heb Arie Frits ingeschreven... op een vermaarde kostschool in Wales. Daar kan hij heen. Als hij je diploma goede manieren haalt. En jullie... en natuurlijk de onvolprezen Henri... zijn de enigen die hem dat soort manieren kunnen bijbrengen. Dit is mijn laatste groet. Probeer een beetje aardig over me te denken.
Misschien lukt dat. Nu ik dood ben. En? 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 Oh ja. Mocht Arie Frits slagen voordat ik samen goede manieren... dan krijgen jullie 1 miljoen gulden precies. 1 miljoen gulden precies. 1 miljoen gulden precies. Nou ja, ik bedoel, goede eigenschappen die slaan vaak een generatie over. Dus je bedoelt dat de neef ook kaal wordt? Dat ik hem eigenlijk wel lief vind. Ik haat roze nachthemden. Les 1. Nooit met volle mond spreken. Nee, want dan kan je stikken. En het is heel onfatsoenlijk. Les 2. Maak nooit vieze geluiden aan tafel. Dan beneem je de anderen de eetlust. En het is ook heel onfatsoenlijk. Les 3. Gebruik nooit het bestek van een ander. Nee, want het is onhygiënisch. En het is heel onfatsoenlijk. Niet leunen, niet hangen, niet smakken. Niet slurpen, niet roeren, niet prakken. Toch niet met je bestek. Knoop het servet niet om je nek. Laat niks druipen langs je kin. En schenk jezelf niet nog eens in. Niet leunen, niet hangen, niet smakken. Niet slurpen, niet roeren, niet prak. Dus wat heb ik gezegd? Niet leunen, niet hangen, niet smakken. Correct. Niet slurpen, niet roeren, niet prakken. En de dag maalt door de nacht. Maalt van alles wat je deed. Tussen grote molenstenen en je hersens malen mee. De nacht is voor de denkenden, ook al willen ze niet, ze moeten steeds weer. Je denkt dat je denkt, maar je kunt niet meer denken. En daar denk je dan over steeds weer. Maar dan komt een nieuwe dag, geur van eieren en spek. En de zon, de zon, de zon, die glimt als een lade vol bestek. En de zon, de zon, de zon, die glimt als een lade vol bestek. Ja hoor. Wat was dan mijn laatste zin? De huisvrouw die op goede manieren gesteld is, zal haar personeel weten buiten te brengen hoe zij bekende en onbekende moeten aandienen. Correct. Henri? Kijk ook zo'n diploma als ik... Ach, blijf! Voorzitter. Heet je Huisman? Leuke naam. Pas bij je. De naam is Huisman. Henri Huisman. Ik heb een lange Franse stamboom. Gaan we weer verder met de les? Henri! Henri! Nee. Henri! Oh, wel, wel. Alles, wel. Nou, het is oké. Waar is Henri? Henri!
paniek, Freules. Oh, dat wijfeltje daar. Ja, ja. En daar ook en daar. Wie verstaat er niet? Doe wat. Ik kan het niet meer tegen, echt niet. Dat dak moet gemaakt worden. Er moet geld komen. Nu. Bij Loonstein. Die heeft toch verstand van lekkages? De telefoon is afgesloten. Vraag of Henri het wil maken. Dat is nou net het enige wat Henri niet kan. Nou, dan ontslaan we Henri. Dat nooit. Bespaart anders een hoop geld. In dat geval zou ik de 3 jaar achterstallig loon die de freules mij nog verschuldigd zijn, gaarne willen ontvangen. Zeer beleefd. Nee. Dan de borden voor diner. Nee. De champagnekoelers. Nee, die zijn nodig als het regent. Hoe kun je ooit iets verkopen en het risico lopen dat je het later vreselijk mist? Oude troep allemaal, maar het leven wordt kaal als niets je dierbaar is. De schrijfbureautjes alle twee. Toch niet die van oom René, die zo stier van TBC. Nee. Of grootvaders mensen, nee. De pijnbar wimps en HGD. Oké. Hoe kun je ooit iets verkopen en het risico lopen dat je het later vreselijk mist? Oude troep allemaal, maar het leven wordt kaal als niets je dierbaar is. Als niets je dierbaar is. De champagnekoelers zijn geplaatst, Freules. Ja, alles moet blijven zoals het was. Een lekkend dak, geen warme brak en geen stuiver in de kast. Wie de fuck man bij al het doen? En de Loonstein. Nee, niet nodig. Dank u. Nog de wijfjes zelf is, ze zijn dweilende cynie. U bedoelt de vreule? Zijn vreule is geen wijfjes, hè. Vraag het ze nou maar eens. Bij de hond. Toch een herrie, Henri. Een rijke vreule, bij een rijke vreule, die trouwt nooit met haar knecht. De hemel huilt, en ik hou mee. De hemel huilt, en ik hou mee. Zo huilen wij samen, een rivier van tranen stroomt naar de zee. Geld, Puff. 525 gulden. Er staat voor Therese op. Wat doe jij hier, ventje? Morgen examen. Spioneren? Wat? Is het veel? Ja. Yeah.
Blik witte bonen in tomatensaus. 60 cent. 50, 60. 1 blik witte bonen in tomatensaus. 1 witte bonen in tomatensaus. 1 witte bonen in tomatensaus. 1 blik witte... Hey, niet in de keuken. Harry, een verzoekje van Arie Frits. Wil je een blik witte bonen in tomatensaus bestellen? Ja? Goedemiddag. Ja. Start er maar. Zo, zet nou maar een muziekje op, chauffeur. Dat ontspant de jonker wel een beetje. Dan kan het meteen die nare prop eruit. Oké. Even nadenken, geen paniek. Lieden van innerlijke beschaving spreken nooit kwaad. Zij vertellen nimmer dingen van anderen waarvan zij niet onomstotelijk zeker zijn. Zo leert ons het grote boek op pagina 193. En daar houd ik mij aan. Dus geen kwaad woord over de freules. Maar ik vind dat ze jonker Arie Frits nooit naar het examen hadden moeten sturen. Ik probeerde hem dan ook tegen te houden. Eén nacht en één dag in alle eenzaamheid met mijn geliefde, dat zal toch niemand mij misgunnen? Proost. Laat ze maar zoeken. Wie zoekt, kan niet studeren. En wie niet studeert, slaagt niet voor zijn examen. En ze leefde nog lang en gelukkig. Beetje geld zou wel handig zijn. Beetje geld. De kaars in dans. Branden in salon. Onder een hete zon, een warme das voor jou. Als een kanaak, een vrouw, een krokodil. Werkje valt uit mijn hand. Op het strand. Ik stook. Ik pook. De open haard. Het ondier op zijn kop. Ik droom wat jij niet droomt. En het is mooi. Dat is goed, je bent een kei. Goed geraden, nu ben jij. Op een kameel door de woestijn. Er is veel dorst daar in dat land. Maar kijk, dan leeg, daar in de verte, ja, hopjes, een oase. Hoi, daar drinken wij. Ik droom wat jij niet droomt. En het is mooi. Dat is goed, je bent een kei. Welterusten, ja, slaap lekker jij. Thank you.
het vliegtuig in. We nemen nog een glaasje en drankje voor het dansen misschien. En dan is het wel belletjes. Ah, flauwe. Je zou nog gerust kunnen worden thuis. Voor de plantjes wordt toch gezorgd? Nee hoor, we nemen het dus lekker van. Schenk dan maar eens in, mooie man. Ik voel me net een jarig kind, weet je dat? En dat is dan voor het eerst van mijn leven dat ik me zo voel. Zo'n gevoel van... dat alles mag. Nou, dat zeg ik. Dat alles mag. De etiketten, die verschilt ook eigenlijk van land tot land. Ik bedoel, hier op dit eiland is het zelfs zeer fatsoenlijk... als men gewoon doet waar men zin in heeft. Oh ja? Ja. Oh. Wist u, dame, wist u dat? Een man die zin in dansen had, een zakdoek deed onder zijn arm. Zo in zijn oksel lekker warm. Eerst danste hij zich in het zweet, daarna nam hij de zakdoek beet. En wapperde er vrolijk mee, de stank vloog rond en heel tevreden dacht hij. Dit parfum, dit verleidt, stond de allermooiste meid. Zo deed men dit in Engeland. In Engeland? Wat interessant. Zelfs in de grote stad van Londen. Oh ja? En zoiets hier. Oh, hier mag alles. Maak plezier. Want acht etiketten, de etiketten, die is zo strikt gebonden, zo vreselijk strikt gebonden. Mag ik start? Ik heb zo'n honger. En er liggen toch lekkere spullen in zijn ijskast? Liever iets uit de ijskast van je. Oh, ja, ik ben afgelopen. Demasqué. Maskers af. We gaan terug naar huis. Saaie man. Kom. Dans met mij, je koningin. Nee, we moeten echt terug. Ze zijn nog gerust boven. Ze huilen, weet je. Maar ze weten toch wel zo langzamerhand dat jij het hebt gedaan, Bord. Volgens mij niet. Kom. Maar ze weten toch wel dat ik hier ben? Nee, kom nou. Ik ben de koningin, dus ik bepaal wanneer we naar huis gaan. Ik, Therese, de grote puf. Wat moet ik doen? Wat heb ik gedaan? Moet ik in schuld leven? Moet ik in schuld leven voortaan? Mijn mond vol tanden. De ellende, de ellende van het menselijk bestaan. De wanhoop viert feest in mijn hart. Het is pikzwart. Mijn leven is erbarmelijk. Je hebt gelijk. Ik voel me vreselijk akelig. Geen weg terug. Ben wel beklagenswaardig. Vroeger was je aardig. Oh ja? Mijn mond vol tanden, mijn haar vol handen. Oh, de ellende van het menselijk bestaan. Hoe was je aardig? Sigarenpuntjes.
Nooit meer stampvoeten en nooit meer schuifelen. Nooit meer uitrekken. Nooit meer neus ophalen. Nooit meer schreeuwend. Nooit met afgezakte schouders. Nooit meer iemand uitlachen en tegelijkertijd buiten. Nooit meer lui achteroverleunend in liggende houding. Nooit meer witte schapen, vieze beukjes schapen. Nooit meer murriën, nooit gemurriën. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mensen, lieve mensen, we zijn er! We hebben het gehaald! We zijn de 24 gepasseerd! Deze jongeman is geslaagd! Geweldig! Je bent een held! Zet het maar op de rekening, jongeman. Zeg, ziet u, ik hou van uw tante. Je bent ontslagen, hoor je me? Totaal! Neef, bel de krant. Laat een advertentie plaatsen. Gezocht ordentelijke huisknecht. En laat erbij zetten. Ervaring strekt tot aanbeveling. En prettig in de omvang. Omgang. Is dat niet iets voor jou, Henri? En niet brildragend. Wil je hem echt ontslaan, Del? Nou, reken maar. Dan huw ik hem. Ik ben zeer vereerd. Zeer vereerd. Nee. Rijd toch ook veel te langzaam, Hartman. Schiet er toch eens op. Koffiemelk aan boord? Ja. Kom maar. Wilt u extra op deze jongeman letten? Hij is erg bang voor de reis. Ja, natuurlijk. Kom maar, lieverd. Die spaakman heeft me gewoon ontvoerd. Als hij vreemde gezichten ziet, dan raakt hij ook helemaal in paniek, hè? Hij mag ook bijvoorbeeld absoluut niet overboord springen en terugzwemmen. Nou, dat mag hier niemand, hoor. Maakt u zich maar niet ongerust. Ja, hier dan. Is mij helaas onmogelijk. Maar we ruilen gewoon, dat is toch eerlijk? Tantes! De laatste wilsbeschikking van de overledene in terug, dit geval, die Tim, dient ten alle tijde gerespecteerd te worden. Ach, man, daar denken wij toch heel anders over? Uw neef is nu toch opgevoed? Opvoeding, wat staat dat nou toch helemaal voor? Je kan een schone onderbroek ook op je hoofd zetten. Ja. 1 miljoen, pak toch aan, dat hebben wij eerlijk verdiend. We houden immers van.
Ja, natuurlijk. Harry Fred!